Er zijn lopers die van zichzelf weten dat ze een medisch probleem hebben. Sommige mensen hebben ook geneesmiddelen die ze gebruiken voor of tijdens het lopen. Wat belangrijk is, is dat als je een bepaalde ziekte hebt of een bepaalde kwaal hebt of als je geneesmiddelen gebruikt, en zeker als je geneesmiddelen gebruikt zoals antistolling en middelen voor de bloeddruk of middelen die voorgeschreven zijn door de cardioloog of door de longarts of de internist. Denk aan diabetes die tijdens het lopen misschien wel een hypoglycemie kunnen krijgen. En dat is belangrijk om dan op de achterkant van je startnummer in ieder geval wat medische informatie mee te nemen. In ieder geval ook wat mee te nemen waarop staat wat je voor geneesmiddelen gebruikt. Omdat dat, als er wat gebeurt voor de medisch personeel, belangrijk is om te weten dat je bijvoorbeeld insuline spuit of dat je bepaalde hartgeneesmiddelen gebruikt. Ja, tot slot dan nog een waarschuwing over voor het gebruik van pijnstillers tijdens de wedstrijd. In het verleden is gebleken uit onderzoek van een van mijn collega's dat veel lopers tijdens de wedstrijd gebruik hadden gemaakt van pijnstillers zoals diclofenac, naproxen, brufen, de zogenaamde NSAID's. Dat zijn middelen die in combinatie met fysieke inspanning mogelijk schadelijk kunnen zijn voor je nieren. Als je dan last hebt van hoofdpijn of een klein beetje spierpijn, kan je beter paracetamol nemen tijdens de wedstrijd dan een NSAID.